Welkom allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. Voor degenen die interesse hebben, ik heb doorgekregen dat ik meditaties moet gaan doen vanaf november. Dus jullie zijn altijd gewend 's ochtends om 9:30 een reading, tenzij natuurlijk alle sterrenbeelden aan de beurt zijn in het begin van de maand en natuurlijk ook halverwege. Maar buiten de standaard readingen om 9:30 en om 7:00 s'avonds ga ik om 10:00 s'ochtends voor iedereen die interesse heeft meditaties doen. En dat zijn hele verschillende. Ik zal dan een dagkaart trekken om te kijken wat de energie is. En op basis van die energie zal ik dan geheel intuïtief een meditatie geven. Dus dan weten jullie dat voor degenen die interesse hebben. Ik kreeg voor nu, voor de reading, kreeg ik door dat ik een piramide reading moest gaan doen. Dus vandaar dat ik de tea leaves er weer bij heb. En ik heb de tarot der goden, heb ik naast mij liggen. Ook die kan ons wat meer inzicht gaan geven in de kaarten. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-reading, coaching, begeleiding, healingen. Dank je wel daarvoor. En alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag en werk ook in het weekend, dus dan zijn jullie helemaal bij. Angels, archangels, spirit guides, ancestors, dat mogen wij weten voor de kijkers. Oké, deze stapel nemen. Midden. Op het einde. Oké. Nou, we zullen eens kijken wat er allemaal ligt. Het kan zijn dat je op dit moment voelt alsof je in de knoop zit, omdat dat wat jij gevisualiseerd had, dat komt niet. Dus het kan zijn dat je je zinnen had gezet op iets of dat je bepaalde planning had gemaakt en dat die planning niet uitkomt of dat is helemaal anders loopt dan dat je had verwacht. Kan goed zijn dat ik voel dat iemand graag met jou wil verzoenen.
Maar het kan goed zijn dat jij daar nog niet voor open staat, of dat zij denken dat jij daar niet voor open zal staan, of dat jij dat geen kans wil geven. Maar dat vosje slimheid. Het kan zijn dat iemand heel slim is en heel succesvol is in wat hij of zij doet. Kan te maken hebben met die persoon die graag het goed met jou wil maken, die die verzoening in het hoofd heeft. Die persoon heeft jou een pijn gedaan, in ieder geval een rat voor ogen gedraaid. En dat kan op allerlei vlak zijn. Dat kan op werkvlak zijn, op vriendschapsgebied of op relatiegebied. En die persoon die heeft daar spijt van en die wil daar nu dus een verzoening richting jou doen. Maar ik krijg dus door dat dat niet gaat lukken, omdat je dat niet toestaat, of omdat je die persoon hebt geblokkeerd, of omdat puntje bepaaltje de gelegenheid er niet is voor die persoon. En dat is misschien ook maar goed ook als deze persoon jouw leven verlaat, omdat die geblokkeerd wordt op allerlei manieren. Dan is het tijd voor iemand anders. En ik zie hier ook, er komt een nieuw persoon in jouw leven in. Dus sta daarvoor open. Het kan goed zijn dat je die persoon gaat ontmoeten op een uitnodiging, een feestje of en de romance zal snel toeslaan. Het kan goed zijn dat je bezig bent met jouw financiële zekerheid. Dan krijg je het idee dat deze persoon ook diezelfde interesse heeft. Maar dat hoeft niet voor allemaal. Misschien moet je eens buiten de lijntjes tekenen en een risico nemen. Als je dat doet en je treedt buiten je comfortzone, dan komen jouw wensen in vervulling. Dus Spirit, het universum, daagt jou uit om nieuwe dingen te ondernemen. Iemand probeert jou wel het moeilijk te maken. Kan zijn deze energetische persoon die nog altijd in jouw energie hangt, dat die eigenlijk jou niet wil loslaten, zodat je verder kunt gaan richting succes. Het kan ook zijn als je met deze persoon uit bent op een party of een bepaalde gelegenheid, dat er iemand probeert te wringen tussen jullie. Dat kan deze persoon zijn, maar het kan ook iemand anders zijn. Ik krijg het gevoel dat die persoon die het goed met jou wil maken, dat die karma krijgt op dit moment en dat deze persoon heel veel financiële middelen aan het verliezen is. De focus was voor deze persoon voornamelijk op het gewin, geld, prestige, echt een enorme drang daarop. En die is dat nu aan het verliezen. Bovendien wordt richting jou die verzoening wordt geblokkeerd. Want jij wordt jij wordt beschermd. En sta maar open voor die nieuwe persoon. Ik voel dat daar mag je best een risico mee nemen. Dat is een goed persoon, voel ik. Mogen wij nog meer weten over die goede persoon?
Ja, die andere die zit eigenlijk verstrikt in zijn eigen web, die hij of zij zelf gecreëerd heeft. Als ik kijk naar die nieuwe persoon, die is op dit moment, die kan op dit moment al in je leven zijn, maar dat hoeft niet. Het kan een waterman zijn, maar dat hoeft niet. Het is een persoon met een hele helende kracht, dus het kan goed zijn als je daarmee in gesprek raakt. Dat het heel aangenaam voelt, dat je energiek voelt, dat het prettig aanvoelt. En dat is fijn. Dat geeft jou heel veel inzichten. Je voelt je gewaardeerd. En je zit niet meer zo vast aan die energetische geketendheid aan die ander. Daar raak je van los. En je beseft ook dat je heel waardevol bent. Dat niet alleen deze persoon, maar dat er meerdere personen geïnteresseerd zijn in jou. Kijk, jou eens stralen met al dat licht. En je hebt dus het voor het uitkiezen. Weet dat deze nieuwe persoon goede intenties heeft, liefde voor je voelt, diepe gevoelens voor je heeft. Kijk eens naar de grote kelk die hij of zij jou wil aanbieden. Dus probeer het oude los te laten. Het kan goed zijn dat die persoon nog altijd vast zit, hè, omdat jullie een karmische band hebben. Maar gaat voor die nieuwe, die oude persoon wordt geblokkeerd, dus er komt geen verzoening. En ga voor die nieuwe persoon. Dat was jullie reading. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.